zien hierachter de Powerplane. Dat is een zweefvliegtuig. Dat brengen wij met volautomatische besturingstechnologie. Brengen we dat in een vast patroon. Hij vliegt achtjes. En door de windkracht komt er enorme grote kracht te staan op een kabel waarmee we hem verbonden hebben aan de grond. Op de grond staat een lier met daaraan vast een stroomgenerator die de stroom opwekt. De touw waaraan het vliegtuig trekt, die trekt touw hier van de lier. En in deze stroomgenerator wordt die kracht efficiënt omgezet naar elektriciteit. Doordat wij veel minder materiaal gebruiken dan een windmolen, kunnen wij met veel lagere kosten windkracht opwekken. En bovendien vliegen we op grotere hoogte dan waar windmolens komen en daar is de wind veel constanter. Dus we zijn ook veel vaker kunnen we produceren. Het eerste commerciële model, wat een spanwijdte van ongeveer 15 meter zal hebben, zal energie opwekken voor ongeveer 1000 huishoudens.